allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Zwaar rechtsaf naar Dijkgraaflaan. Het is zaterdag en ik ben onderweg naar Maalden in Brabant. Moet ik even wat ophalen. Moet ik even snel wezen. Gaan we dus naar Maalden toe. Oh, staat er daar eentje lekker op de weg thuis, dat is ook lekker rood. 2,5 kilometer rechtsaf naar Groene Kruisweg. Dus vandaar, neem de camera, toch bij mijn eigen, neem de camera lekker mee. En dan ga ik er een lekker een vlog over maken. Het is regenachtig weer, nog steeds. Het is nou even droog, maar de lucht is wel blauw, maar het is een beetje regenachtig weer. En we gaan het wel zien. Niet echt om even een leuke buitenvlog op te nemen, jammer genoeg. Als het, alhoewel het wel blauwe lucht is. Dus we gaan het in ieder geval wel zien. Ik ga nou proberen Spijkenisse uit te komen. Het is niet zo erg ver. Er stond er net 60 op, nou nog 59. Dus dat is wel te doen. Ik ga nog een checkie draaien. Hoppa. Dus nou, ik spreek jullie dadelijk weer. Tot zo. Nou, en wat zal je denken? Ik ben net bijna Spijkenisse uit. En je zal alweer denken van... weer die klerenbrug open. Het is weer zover. Heb je haast en dan sta je altijd voor die klerenbrug. Dan is die klerenbrug weer open. Dus het is even wachten. Nou, hij is weer bijna. Het is weer zover. Hij is gelukkig weer dicht. Het heeft niet lang geduurd. Een paar minuutjes. Nou, kom op jongens, rij je met die op. Of dat andere brugdeel gaat nog open. Dat zou ook nog kunnen. Jongen. Echt, die zou je echt niet met haast weg moeten gaan. Want als je met haast weg gaat, dan... Kom op. Je ziet ook nog helemaal niks van dat er de auto's tegemoet komen. Dan weet je zeker in ieder geval dat... ik zie al auto's komen. Gelukkig, we kunnen weer rijden, gelukkig. Zo, en we zijn op de snelweg eindelijk aangekomen. Geen winkelcentrum, Hoogvliet meer, geen irritante brug. En nou, toen is het in één keer doorrijden. Ik heb wel aardig wat tijd verloren met al die oponthoud. Het was ontzettend druk altijd op een zaterdag. Dus we gaan nou in één keer gaan we scheuren met die hap. Het zonnetje schijnt, dus het is nou eindelijk een beetje lekker weer. Geen regen zoals gisteren. Gisteren echt de hele dag regen gehad. Dus, 1,5 kilometer linksaf, richting A50. Gaat houden, dan moet ik hierheen. Zo. Yep. Dan moet ik nog eentje opzij. Zo. Nou, dus we kunnen nou gelukkig lekker in één keer doorrijden. Ik moet nog 50 kilometer nog. Oh, ik ga te hard. Even wat gas terugnemen. Spreek ik jullie dadelijk weer. Ga ik even iets neerleggen en dan spreek ik jullie dadelijk weer als ik een beetje in de buurt ben. Zo, we zijn al aardig in de buurt. Toen nog 6,5 kilometer nog en dan ben ik op de plek van bestemming. Ik heb een heel klein regenbuitje gehad, maar ik mag eigenlijk geen regenbuitje noemen, dat was maar heel eventjes. Water geweest zijn, maar ik zie het al. De A59 maanden zie ik. Oké, dan moet het wezen. Dus we zijn er bijna. Dus, best wel een kort ritje. Was niet zo ver weg, maar een kilometer of 60 was het in totaal. Dus dat heb je, als je eenmaal op de snelweg zit, hebben we dat best wel snel. Ik heb dat best wel snel aangereden. Ik denk dat ik even beter even op deze
op weg kunt blijven zitten. Dan moet ik natuurlijk afslaan. 2,5 kilometer op de afslag hebben. Dus ik moet dat ook weer. Wow. Zo, dat gaat wel erg. Dan gaat iedereen op de winners en iedereen daar staan. Oké. Nou, ik spreek jullie dadelijk weer als ik het afscheidriedeltje ga doen. Ik spreek jullie dadelijk weer. Zo, en dit is de afsluiter. Ik ben nu in Maat aangekomen. Ik moest even op een plek wezen en er was het ontzettend druk. Dus ik moest een heel stuk rijden om een plekje te vinden om even het eindshot op te nemen. Dat stond precies in het centrum. Dus bij deze, ik sta nou ergens op een begraafplaats ergens. Ik zal even de omgeving laten zien. Mijn autootje. Zo, en ik moet nog pissen, ook als er regen zeg. Dus ik ga zo eerst even een potje pissen. En dan ga ik weer terug naar Spijkenisse. Dan kan ik weer lekker op de terugweg lekker rijden. Nou, ik zou in ieder geval zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even de blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog. Hier op It's All Tracks. En skabadi, skabadoo, skabadabadoo.